Hartelijk welkom allemaal bij dit programma De Lange Arm van Beijing. Vorig jaar al gaf de Bali aandacht aan de schendingen van mensenrechten van Oeigoeren in de regio Xinjiang in China. De islamitische minderheid, de Oeigoeren, worden in China massaal opgesloten in straf- en detentiekampen. Maar ook buiten China worden zij geïntimideerd. En daar gaan we het vanavond over hebben met onze gasten. Oeigoerse activisten, een expert en politici. Hoe veilig voelen Oeigoeren zich in Nederland? In 2017 kreeg ik te horen dat mijn vader vast kwam te zitten in een concentratiekamp samen met mijn tante. En hij was dus een van de eerste mensen die in een van die beruchte kampen terecht kwam. Maar hij was niet een van de enigen, want miljoenen andere Oeigoeren hebben uiteindelijk hetzelfde lot gehad. Het was eerst zo dat mijn moeder in 2009 voor werk in Istanbul was, in Turkije. En zij kreeg een belletje dat voor haar veiligheid het beste is om niet meer terug te komen naar het Oeigoers gebied. Toen heeft ze besloten om naar Nederland te vluchten. En daarna kwam ik 2,5 jaar later naar Nederland. En de reden daarvan is dat er geen toekomst is daar voor de Oeigoeren, omdat er systematische onderdrukking is voor Oeigoeren. En dat we al deze onderdrukking meer dan 70 jaar ervaren. Ik vind het belangrijk dat veel meer mensen hierover komen te weten, zodat er veel aandacht wordt besteed en samen sterk kunnen staan. Ja, en we gaan zo luisteren naar nog meer ervaringsverhalen. Maar eerst introduceer ik mijn eerste gast, documentairemaker Job van Aken. Hartelijk welkom. Dank je wel. Jij hebt een documentaire gemaakt, A Boy Named Freedom. En wij kennen elkaar, want je hebt hier stage gelopen bij de Bali. En tussendoor maakte jij ook die opnames. Mm-hmm. En de hoofdpersoon in jouw documentaire is Alerk, een Oeigoers-Nederlandse jongen die jij volgt. Jullie hebben elkaar leren kennen op een protest op de Dam. Ja. Even een stapje terug. Ja. Wat raakt jou zo aan het onderwerp, de situatie van de Oeigoeren? Waarom ben je daarmee begonnen een documentaire erover te maken? Ja, voordat ik Alerk leerde kennen, was het vooral, ik denk dat ik heel erg heel erg geschokt was door het feit dat mensen die in Nederland leven, of ergens anders dan in Xinjiang leven, nog steeds die onderdrukking op zo'n manier kunnen ervaren. En ook echt op een andere manier, op een manier die ik zelf nog nooit eerder kende, namelijk met echte nieuwe technologieën op zo'n bizar niveau. Dat ik dacht, ja, het kwam steeds vaker in de media. Daar kwamen artikelen over en in het journaal. Maar ik dacht wel van, ja, film spreekt toch op een andere manier. En dit is misschien juist een soort thema of een soort gevoel. Want het gaat ook heel erg over het gevoel van onveiligheid. Mm-hmm. Voor mijn gevoel. Ik dacht, dat is heel goed te vangen in een film. Dus misschien moet ik me hierop richten. En inderdaad, toen begon het te rollen en ging ik Alerk leren kennen. En was Alerk meteen enthousiast om mee te doen? Nou, hij was eerst, hij kwam dus naar mij toe bij een demonstratie van je ziet er geïnteresseerd uit en wat kom je doen. En toen ben ik eerlijk geweest van ik doe research voor een documentaire. En eerst was hij niet per se het hoofdpersoon. Dat is natuurlijk, dat weet je nooit in het begin. Maar ik vond het een hele fijne manier om meer mensen te leren kennen. Want hij heeft een heel groot netwerk. Hij was heel benaderbaar. Hij wist superveel. En toen we een paar keer koffie gingen drinken, kwam ik er pas later achter dat hij zelf zo'n bizar verhaal heeft. En is het zo gaan rollen. Dus dat is zeg maar niet in één keer ontstaan. Ja, we gaan zo ook straks in gesprek met Alerk. Maar deze avond gaat natuurlijk ook over Oeigoeren die in Nederland worden geïntimideerd. Tijdens dat maakproces van die documentaire, heb jij veel gemerkt van die sfeer van angst die er heerst binnen de Oeigoerse gemeenschap? Ja, best wel. Ook tijdens mijn research nog, inderdaad voordat ik Alerk ontmoette, dat ik best wel lastig in contact kon komen met Oeigoeren. Maar ook in het verhaal zelf, twee van de drie hoofdpersonen van de film zijn geanonimiseerd. Namelijk allebei de ouders. Mm-hmm. En dat heeft ook heel veel redenen. De moeder van Alerk heeft op een gegeven moment ook besloten om niet met gezicht of zelfs met stem in de film te komen. Dus we hebben ook tijdens het maakproces echt wel moeten zoeken naar manieren om toch dit verhaal te vertellen. Met Alerk, die zelf een heftig verhaal heeft en al zo dapper is om dat te delen. Wat ook al een uitzondering is. Dus ik heb wel echt obstakels gehad. En ook in de film zit ook in de aftiteling met dank aan iedereen die anoniem wil blijven. Ja, inderdaad. Dat vroeg me af. Dat zijn allemaal mensen die niet dan met hun naam of met hun gezicht
Nee. Openlijke... Ja, en dat zijn er dus ook best veel. Dus het is stom dat zij niet in de aftiteling konden op die manier. Of dat ze op deze manier erin moeten. Ja, ja. Maar dat zijn best wel veel mensen. Ja. Ja, want je zegt obstakels, maar inderdaad voor hun betekent het gewoon angst. Dus ze durfden gewoon niet openlijk te vertellen wat ze meemaakten. Ja, nou ja, ook obstakels in de zin van, het is natuurlijk heel belangrijk dat het wel verteld wordt. Maar het vormt een obstakel dat je dat niet kan vertellen. Dus ja, daar liepen wij tegenaan. Ja, nou, het is toch een... prachtig documentaire geworden, mag ik alvast zeggen. We gaan er naar kijken en we gaan zo verder praten met onder andere Alerk en nog veel anderen. Maar aan jou alvast bedankt. Dankjewel. Laten we gaan kijken. Beste pap, ik wil met je hebben over de wereld en over onze problemen, onze dromen en onze spoken. Maar dat mocht niet wezen. Wij zijn gescheiden door mijlen aan indoctrinatie, haat en macht. Nu moet ik voor jou vechten. Ik mis je. Liefst je zoon. Alerk Ablikim, goed dat je hier weer bent. Fijn om hier bij mogen te zijn. Ja, hoe was het om jezelf te zien? Het was minder erg dan de vorige keren, moet ik zeggen. Het is natuurlijk altijd een beetje ongemakkelijk om jezelf te zien. Maar ik werd hier ook wel door geraakt. Niet omdat ik mezelf zag, maar omdat het ook gewoon emoties naar boven brengt... Die ik eigenlijk jaren heb opgekropt en die ik eigenlijk maar... zelden naar buiten laat eigenlijk. Wat voor emoties bedoel je dan? Verdriet of angst? Bijvoorbeeld, wij mensen hebben natuurlijk emoties in verschillende woorden gezet. En het is in dit geval toont dat weer dat eigenlijk helemaal niet genoeg is. Want het zijn zoveel verschillende emoties die allemaal bij elkaar komen. Gevoel van opgroeien, gevoel van pijn, verlies, van vreugde. Alles komt soort van bij elkaar, ja. Ja, want je bent er al, we zagen jou ook toen je heel jong was. Ja. Eigenlijk al zo lang mee bezig. Vorig jaar was je hier ook in het programma. We zijn nu een jaar verder. Hoe kijk je dan naar die toch wel strijd die je hier voert? Ja, er is heel veel veranderd in mijn leven, in de wereld. Als het gaat om Oeigoers activisme. Alleen bijvoorbeeld in het geval van Oeigoers activisme is er misschien nu meer nieuws over, maar de situatie is eigenlijk niet verbeterd. En dat is lastig. In mijn persoonlijk leven heb ik toen eigenlijk een bewuste beslissing gemaakt om dit te gaan doen. Met wel de verwachting dat het wel groot zou kunnen worden. En dat is uiteindelijk ook zo gebleken. Dus als ik er terug op kijk, dan is het een heel actief, maar... wel een productief jaar voor mijzelf. En ik ben ook heel erg gegroeid. Ik zit op een leeftijd eigenlijk waar je elke dag nog heel erg groeit als persoon. Emotioneel, mentaal. En het afgelopen jaar heeft mij heel veel gebracht. En je vertelt ook in de documentaire en ook vorig jaar toen je hier in de Bali was... vertelde je over je vader, ja. Waar je geen contact meer mee had. Hij zat in de kampen, daarna dook er een filmpje op... Ja. Waaruit leek of bleek dat hij misschien wel ergens anders was. Hoe staat dat er nu voor? Weet je iets meer? Nee, helaas niet. Ik zeg wel eens, de enige informatie dat men kan krijgen vanuit het gebied is via. En dan is het eigenlijk heel lastig. Dan zijn het of mensen die toch uit de kampen zijn gekomen of gevlucht zijn naar Kazachstan op verschillende manieren. En mijn enige contactpunt... via contactpunt, was met mijn oom, die in Kazachstan woonde, een broer van mijn vader. Daar kwam ik laatst achter dat die helaas overleden is aan het coronavirus. Dus het is voor mij ook wel een eenzame tijd in dat opzicht. Hè? Omdat het enige contactpunt dat ik leek te hebben, of dat ik daadwerkelijk had, is nu ook weg. Maar dus sinds dat filmpje, wat eigenlijk een opluchting was, liet je ook zien van een teken van leven, is er daar niks nieuws meer gekomen? Nee. Oké. Dus het is voor mij ook lastig. En
als mensen dan mij gaan vragen voortaan om of ik nou meer informatie over heb, dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Want nu is het nog lastiger om daar iets van te weten. Ja, ik zie dat het je nu ook raakt. Ja, het is best recentelijk kreeg ik dat te horen. Dus dat is lastig. Ja. En we gaan het natuurlijk vanavond, ik ga vanavond nog meer met jou praten en met anderen over wat jullie meemaken, ook hier in Nederland. Intimidatie van Oeigoeren door de Chinese autoriteiten. Je voert veel van dit soort gesprekken. Je bent ook bij andere programma's geweest. Waar hoop je nou op vanavond? Wat denk je van, oh, ik hoop dat we daar komen of dat dit besproken wordt? Of heb je daar iets, wat voel je daarbij? Ik hoop dat de kijkers en de mensen hier eigenlijk iets meer hier te weten over krijgen. En die kennis gebruiken om uiteindelijk daadwerkelijk verandering teweeg te brengen. En dat die kennis daar ook nuttig voor is. Dus daar hoop ik eigenlijk op. Nou, we gaan zeker genoeg kennis overbrengen. We praten zo verder. Ondertussen is Esa Saoud aangeschoven. Welkom. We zagen jou net ook een stukje in de documentaire. Je had van tevoren aangegeven, je vindt het best moeilijk in het Nederlands. Ik denk dat het wel goed komt. En anders is Alerker om een beetje te helpen. Je bent in 2002 naar Nederland gekomen. En ook je bent hier zelf ook geïntimideerd. En je hebt nog familieleden die zijn achtergebleven in Xinjiang. We hebben daar ook wat foto's van die we zo eventjes laten zien. Familiefoto's van jou. Niet deze, maar een stukje. Ja, nee, nog een stukje hiervoor. Familiefoto's. Wat weet jij nu over familie die daar nog is in de Xinjiang-regio? Ja, ik weet niet over mijn familieleden, omdat mijn laatste contact was 4 september 2015. Die tijd ik geïntimideerd door de Chinese geheime dienst. In Nederland, jij was zelf in Nederland, ja. Toen ik was voorzitter van Stichting Oost-Turkestan Educatiecentrum. Wij zijn hier tussen de Oeigoerse gemeenschap een bekende stichting. Die meneer heeft gezegd, als jij stopt niet met jouw actie daar in Nederland, wij 8 familieleden van jou, jou en jouw vrouw, jail gebracht worden. Die brengen we dan naar het kamp? Ja, die tijd was geen kamp. Ja. Oh, gevangenis. Gezegd gevangenis, ja. Hij heeft gezegd, heb je 2 dagen tijd voor te nadenken? Ja, ik heb meteen antwoord gegeven, ja. Ja, ik wil niet meewerken met jou. Ja, meewerken. Of ik ben jouw vriend of zo beginnen die geheimen. Maar je werd telefonisch opgebeld? Ja, telefonisch, ja. Oké. Ja. Van die datum, 4 september 2015, ik heb geen contact met mijn familie. En je hebt ook niet zelf geprobeerd contact op te nemen? Je dacht zelf van, misschien moet ik dat niet doen? Ja, ik probeert een paar keer, maar die telefoonnummers was ik heb niet onbekend. Zegt automaat zegt die nummers is niet onbekend. Ja. Daarom ik gestopt. Ja. En ben je toen je werd gebeld hier of eigenlijk geïntimideerd, ben je toen naar de politie gegaan? Ja, die tijd politie geweest, maar politie heeft gezegd, jij aangifte doet tegen de Chinese overheid, dat is onmogelijk. Maar na dit gebeurt, 3 jaar, wij zijn aangifte gedaan bij de politie. Toen kon het wel? Ja, toen kon het. Oké, tegen de Chinese overheid bij de Nederlandse politie hebben jullie aangifte gedaan? Eigenlijk ons aangifte, ik denk gestuurd naar openbare ministerie of ook buitenlandse zaken in Nederland. Ja. Daarna wij zijn niks gehoord. Ja, ik denk dan dat jullie beide, want er was een groep volgens mij die aangiftes heeft gedaan, iets van 24 aangiftes. Ja, en toen heeft het openbaar ministerie gezegd, we kunnen niet
we moeten hier dan een onderzoek naar doen en dan hebben we informatie nodig van China en dat gaat niet. Dus er is niks mee gebeurd. Ja. En dit zijn volgens mij de juiste foto's. Want volgens mij heb je een schoonvader die in de kampen heeft gezeten een tijdje. Ja, in dit foto staat mijn schoonvader en schoonmoeder en schoonzoon, zeg maar. Hun alles in de kamp gezeten. Mijn schoonvader was met het heel lange baard. Mm-hmm. Zo sterke man was. Nu kijken wij in de foto, hij is veel dunner. Dun en zonder baard bijna. Die vrouw van schoonmoeder was met de hoofddoek. Nu kijken wij zonder hoofddoek. Mm-hmm. Ja. En hoe lang heeft hij dan of hoe lang hebben zij dan daar gevangen gezeten eigenlijk? Wij zijn deze informatie laatste tijd gekregen, via, zoals Alrik gezegd. Hun 18 maanden gebleven in de kamp. Ja. En Alrik vertelt net van een jaar geleden hoorde ik iets van mijn vader. Nu een jaar lang niks, dat is best wel moeilijk. Je wacht op iets, het komt niet. Hoe is dat voor jou? Want jij wacht dus eigenlijk sinds 2015 op nieuws. Ja, dat is echt moeilijk. Ja, de wereld wordt het kleine dorpje. Alle mensen kan bellen, e-mailen, maar hebben wij bij de Oeigoeren niks. Ja, wij hebben geen contact. Eigenlijk, wij zijn heimwee van de familie. Je hebt heimwee, familie. Ja. En zou je het wel durven contact op te nemen? Of zeg je van het is gevaarlijk voor mijn familie daar als ik dat ga doen? Ja, momenteel is echt gevaarlijk, denk ik. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En hier, we zien nog 3 foto's. Dat is ook jouw schoonfamilie? Ja. Dit is mijn schoonvader. Dat was voor de kamp. Ja, hij was zo sterke man. Okay, de man met de baard. Ja, met de baard. En die meneer staat naast mijn schoonvader, dat is schoonzoon. Hij is 10 jaar jail gebracht, omdat hij heeft zo'n baard. Dat is de enige schuld van hem. Ja. 10 jaar zat hij 10 vast. Jaar. Ja. Nog steeds in de jail. Ja, die jongen, ook mijn schoonzoon, wij weten niet, hij is... leven of niet, of in de kamp of in jail, dat weten wij niet. Hebben wij geen informatie. En je vertelde net van in 2015 werd jij opgebeld door iemand van de Chinese autoriteiten. Voel jij je op dit moment veilig in Nederland? Jazeker, veilig. Ja, de laatste tijd Nederlandse Tweede Kamer genocide genoemd. Over de, ja, ze hebben het erkend. Over de Oeigoeren erkend. Ja, daarna onze problemen in de Nederlandse media begint te komen. Ik voel me een beetje veiliger dan vroeger. Ja. Dus voor jou persoonlijk is er niet iets heel groots veranderd, maar het vraagstuk of het verhaal van de Oeigoeren is wel meer in de media en in de bekendheid gekomen. Ja. Okay. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, bedankt. Dankjewel. Ik wil je ook bedanken. We gaan naar een video kijken die vooraf is opgenomen van Kelbinoor Sadiq. En zij is in nu woont zij in Nederland met haar dochter, maar zij is eerder gedwongen in Xinjiang om les te geven in een vrouwenkamp. En zij gaat straks vertellen wat ze daar heeft gezien, welke verschrikkelijke dingen zij heeft gezien en wat haar zelf is overkomen. Ze is in Nederland ook, ze is door het Belgische parlement opgeroepen eerder deze maand om getuigenis af te leggen van wat daar is gebeurd. En volgens mij tijdens dat proces werd er nog een soort van hackaanval gevoerd, een DDoS-aanval op tijdens dat proces. Waarschijnlijk wordt er gezegd door de Chinese autoriteiten. En Kelbinoor zelf is dus nu in Nederland, maar zij ontvangt ook dit jaar nog, zelfs deze maand nog, soms wekelijks dreigberichten. Laten we kijken naar haar verhaal. En het is vooraf opgenomen vanwege de taal, maar ook vanwege de veiligheid. Ik ben een Oeigoer, 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 een Oeig
Mini sakçı öpür başlayıp ekirdi. O sakçı tunuşum. Yani bir er, Xtay hizmeti söylen bile. Şu birinci kamerada, sonra hatırısı ötüp dikende biz uçuruş kaldık. Benim kulağımda kitap materyal bu kaçka. Biz kırışmışsam bir ders geldim mi dedi. Sen hizmet geldim mi dedi. Ben edeb işkimiz şu paranlı işleri yandılar. Bir kızını işki herbi zembilde açık ötüptü. O kız karşısına zaman çırağı şundaki küçük kız. 18 yaş, çıkıp kesin 20 yaş. Çünkü bu yerdeki 90% kız ayarlar 18 yaştan 40 yaş kıça tutkunlar. 10% yakınlar, şu çoğunlarken de aşınak ki. Şunlar öyle kız varlığı, ben tünce birinci günü, birinci saat derste köyünüm, aşı kız varlığının cesediyle ben şahit oldum. Bu kızımın ben fakat çırağını unutuyamayım hazır kıça. Karısınızı çırağıt fakat kan yok, o kızdan ölgen de hesaplar, öyleyse hem de. Aldığımızda ütketti, karsam, çırağıydı fakat kan yok ben deyken de uğursak tunuşum, man kardım, ben onun kardım. Şunçilik azapta, şunçilik bir besimde, ben sınıfı kırk ettim, onu açık etti. Şunlar biz 4 saat dersini tüketip, çüştük 12'den bir geçe, 1 saat aram iliş vakti var. Biz koruduk, görüştük o hizmet, o sakçı ayal tunuşum bilen. Koruduk, çünkü koruda küzücü aparatları yok. Biz koruyordu, görüşüp de ben dedim onunla. Etken biz uçurgan kızlarını bildin mi o kızlar kandak oldu desem o kızlar doktorhan apırışlar yanında kutkuluş ünlü bebe ölü kaptı dedi. Şunu ben dedim bu kız ne yaptı? Ben sordum da kızı. Sorsam bir yerde ekvalla pek eğir ki. Biz şunun bir hizmet tekşeyel geldik. O kızın kirli kan köp kep gidip adet doktumay. Bir yerim ay kan kep gidip de kan sırap ölü kaptı o kızlar doktorhan apırışlar yanında. Anadaki maaş tunuşumdu, sordum sen, bir nemi hizmet tekşel geldiğinle dese, bu yerde Xtay ersakçılar intayın köpke. Çünkü bir yerde çıraylı kızlar cık. Aş Xtay ersakçılar talışıp işleyirken de bir yerde. Şunla bu kandak ya bir yerde, sen biz dışarı anlığandık bu kız ayarlar kampısına. Sual sorak ceryanına, baskınçılıkla uçurgan da biz erler kampısı çık anlaydık o haberlerini. Ben işte anlığandım aşırı rastımı desem, bu ayal sakçı tunuşum. Biz şunmuş ekval eğir o kaçka, bizden idare başlığı, biz de müşerge, resmiyetke, şekilge yani, biz de müşerge aşırı hizmet tekşirmiş ki evet dedi. Diken de ben dedim, ben şuna eğran kaldım, bu hizmet tekşirsenle, sonra hatırsa alsan, ne için kamerini içi dalsınla onu, ya ama tişi de başka şıkalat alsanla olmamda, hep sordum, sorsam, bu mu bir şekilde oyuldum dedi, o bana, biz pek yakın ettik o sakçı tunuşum bile. Şunla bir yer kanda baskınçılıklar buldu ki desem. Xtay ersakçıları bu kızlarını toxtumayı sorak ekirdiken de. Çünkü bu yer sorak kırgen kızlar bir günah, günahsız kızlar. Olana fakat birden bir günah inimi. Çetelde okul çıkarlar, sayat ki bağırlar. Olanın bilim seviyesi yukarı. Söz kabiliyeti yukarı, bilim seviyesi aşağı yukarı kızlar. Anadikin en eğer birden bir eğer günah inimi olanın uygur boğallığı üçün. Bu yer ekirip kamalgan. Demek Xtay ersakçıları bulanı toxtumay ekirip soraklı içeri yanında aşağı kıra kıldırdıkken de. Bulan işkanda günah yumaş nemin kıra kıldı bula. Şunlar aşağı ottağın ki bulan arkayı kıynaydıken, urdıken, aşağı kıynak su aldın sırt yana Xtay ersakçılar aşağı kızanı baskınçılık kıldıkken. Baskınçılık emez yani nöbetliş baskınçılık kıldıkken. En yani anındaki ulanın kıldaki kıynaş, tok kaltaklarını o kızanın cins yol, bakat yolları tıkıp aşında kaynakı her türlü şekilde olanı aşında kıynaşları den aşında zorlanışları den bula huzur tabi dike özüge. Onun da sırt yana bu kızların kelleri başka azalarga mesela eğizlerga başka azalarga aşında depsende kaldı ki bunu ben anlap aşu korudlam şu da özüm tutamayı kettim aşı gettim Allah'ın çünkü benim kızım varmış Gollandiya'da. Kızım bile benim körüşemeye vakitlerim o aşka pek azaplandım. Azaplansam o sakçı tunuşum, sen beni balağıt kaydağıtam, sen sana demesem bu tükeye bu geplende, bize açıklandı, şunu ben özlem tutuvaldım, tutuvalıp şundan zorga. Ben de kaç tüpü kırıp döp gettim, muşu azaplanatkan muş kızlar ne mi guna? Muşlarım özlerinin atanlarının etvarlı kızdırığı, muş kızların ne mi guna, ne mi boğunluk muşlar azap çekildi bula? Sen körvatkan sen bu muşlarını dep, ben şunda bir ahuzlar kıp gettim şu yerde. Bula her düşen bir günde, doğru yedik ya. Anladın ki, bunlar hukulur dike. Bu hukulaş kız ayarlarının ki, adet tok tutuşu hukulurken de bu. Anladın ki, bunların kanal dike. Bu kan hem de şunlar da, çünkü bunlar sırtta kün kömeydi fakat lan. Aşağı başka bunların kanal dike, mesela eğer kiseller varmış onu tekşürüş için. Endin bunların bu işlerini yetmeyende yani aşağıda kız ayarlarını nöbet bu içe doktorhanı apırıp, çoğun doktorhanı hemen so. Mesela
Мен чыгып бир ай өтүпләм, 40 нәчә көн булган вакытымда, Хытайлар юлдышымдан мага телефон кылды да, телефон кылгызды. 10 нәчә көн үткәндә кайтып кенмәмсә дип. Мендә мин саламатлыгым яхшы эмас, мен дәвалынып атты, мен кызым моңгызма атты. Апа сез яхшы булган аны ки безне ибәтебез диде. Дип төшендердем. Кейиндән аш безнең сайлаган марка идарасының мәсул кадрымы мага токтымай учурда Uçurdu bana toktuma yollap durdu, 10 gün işe gitti, 14 gün işe gitti de. Kendin hani ki şikayı bu vakti de o kadrımı, aşı mesul kadrı kıtayımı, yani bana uçur yazdı. Keçirgen sana ki vaktini kayıtıp gelmeyken başka azıcık sana maaşını toktu ve tok. Yeni sen kayıtıp gelmesen senin hizmetin koklandı kadar hesaplayma, senin tukanların yolu için bütün cevapkarlık tatıldı de. Aşında uçurlarını iletip bana tek sıkıldı de. Ana dinkin aldın kızıl ikinci ayda, ikinci ayın 20'sinde yani yol düşümünü aşı devlet bir hatarlık idaresindeyimiz, bizim Gobo'da diyor, Tenzer ayınlık. Aşağıdan çakırtıp, bana ekran aşkızıp, yol düşümünü üçüncülük, ey kızı ağızsız, sen tılla ola, beni tılla, bakar etle güzdi. Uyada Hıhtay yana acamdan telefonda ekran açıp, bana tehdit kıldı. Acayip geplerle tehdit kıldı, beni bunun için katli yakınma, sözü memuş tukanları vermesin bizden kolumuzda bana. Sen sözümü sen, sen vakti kayıtıp gelsen, bunların hayatı sen kapalat kılalıysa, biz yani sana normal kanla hizmet kılmazsan, biz yani yukarı teminatla seni işletimizde başa tehdit kıldı. 9 yerimde ben orada durup, de, hem de naşlı kılığına teyirlik olsam, karsam tuyuksa acamdan, elaki vicatta ama ikran içip atıldı da. Ve bu acamda ikran içip kalıp, de, heyran kap, derhalı bassam, karsam sakçı. Aşu, Ürüm şehri, Tenzer rayonluk, Bağlayan sakçıxanasının bizim məsul sakçı, Livincan ismi o sakçının. Aşu ağızlı maska sakçı kimlerle mən aşkan iç. Vay qalım durmalım sən, yaxşı durvatam sən dedi. Şunda qalıq, ilgərliklə külüb durub. Mən yaxşı durvatım, mən rəhmət, sən yaxşı durdum olsam. Sınav bütün rəsmiyyətlərini mən bicirib, sınav mən yolu saldım, bilsən o. Sınav bu yerdə sakçı tunuşdurum, bək çıxkən, dövlət bir xətə idrası tunuşdurum, bək çıxkən. Sən bilsən o, bunu da mən bilmə dedim, dəplə mən dərxal rəsim tatıb aldım da. Şunlar maqıdı, mən özəm şunlar tutub ağandan da rəsim tatıb alsam, umu səzdimu, birdəmdə olam çapanlarını silib, özünə maikisil oturub, mənimlə paranlaşdı. Ondaq olsa, sən aşağı turvatsa, kimlə qışı da yaşaysa, mən qızım, köğlüm, üçümüz yaşaymışsam, qayıs şəhərdə Rotterdam turvatı mən dedim. Kendin anakin köyünün ismini de bilmem zaten. Ben eminim köyünün ismini Firdun dedim. Kudulurun diyor da kudulurun ismini de bilmem. Depesem derhalla. Ondan olsa aşağıda tunuşturun bir şeysin ismini de bilmem. Olam da biz geldik. Yani sen kim gerek? Çünkü ben bir yedi kim tunumayım. Ben fakat kızım köy oldum. Kudam bile arışırken yani ben. Sen gerek adamını desem. Ben kudamını sorup sana temin edersem. Yok. Sen aşağıdan ismini bize temin edersen. Böyle kimle tunusan de bilmem. Sen ama tukanlarımızın kolumuz demez mi? Muşlarını ayartık sen kapalı tıklısı açtan diyecek diye ben onu bilmeydik ya ben keçirgen. Yani bir kadın ben kudurumda soruş arkada ben sana depreye yet güzeydi sen. Ondan kılsam kaçan kilişini oyla avat ise dedi. Diyen de hazır ben kizelmek iyi girmeye de. Yolla icilgani ben kaydım edesem. Biz sana, sen bir gitmeyse onu biz sana bir gitmeyiz. Sen beşinci ayda kaydısa. De derhal o bana o kağızın birini eplam. Ağacan bana imza koydu bana beşinci ayda kaydısa. Beşinci ayda kaydıp kendisen akıbetin özen oyla. Dəb aşınan acam kol qoyğızdı, aşınan imza yazğızdı. Demək, Xitay aşınan telefon acamdan vicat arqılıq, mağmışında üç qıddı aşınan çoğun təkdit qıldı. Onun sırt, uçur arqılıq aşınan təkdit qıldı. Thank you. En aangeschoven zijn Ahmetjan Kasim, een Oeigoers-Nederlandse activist. Welkom. En China-specialist bij Amnesty International, Stijn de Klerk. Ook hartelijk welkom. Wij horen Kelbino net vertellen over grove mensenrechten schendingen die zij heeft gezien en heeft meegemaakt. En die screenshots waar ze het over heeft met die agent, die hebben we ook gezien. Dus die waar ze die haar heeft opgebeld.
En ze eindigt eigenlijk met iets heel lugubers, namelijk dat haar een ultimatum wordt gesteld van je komt in mei terug of er staat je wat te wachten. En Stijn, ik vraag me af, wat staat haar dan te wachten? Waar moeten we dan aan denken? Ja, dat zijn inderdaad vreselijke verhalen die we ook van andere mensen hebben teruggehoord. Dat inderdaad de familie eigenlijk als gijzelaars wordt gebruikt en wordt gezegd van ja, kijk, als jij niet terugkomt, dan gebeurt er iets met hen. En dat zijn gewoon hartverscheurende keuzes waar dat mensen ook voor staan. En heel moedig dat zij dat ook naar buiten brengt. Ondertussen weten we ook van heel veel mensen die wel zijn teruggegaan of die zijn teruggelokt. Dat zij daar dan verdwijnen. Er was een vrouw, Gulbahar, heeft al voor haar onlangs verteld bij The Guardian. Zij woonde in Frankrijk, teruggelokt naar daar. En dan uiteindelijk heeft zij bijna 2 jaar ook in een kamp, heropvoedingskamp doorgebracht. Dus in die zin is het inderdaad een zeer luguber lot dat mensen te wachten lijkt te staan als ze dan toch teruggaan. Het is ook een beetje kiezen tussen twee kwaden. Als je hier blijft, ben je bang dat er iets met je familie gebeurt? Of dat gebeurt dan ook echt als je teruggaat, verdwijn je zelf ook? Ik denk dat de meeste mensen nu ook wel zoiets hebben van ja, het doet er eigenlijk niet toe. Of dat ik nu terug ga of hier blijf, ja, sowieso. Allee, mijn familie wordt daar onder gijzeling gehouden. Zelfs al zou ik teruggaan, allee, dat maakt de situatie ook niet beter. Dat is iets wat dat gewoon heel moeilijk in te schatten is. Maar ik heb het idee dat idee bij meer mensen begint te leven. Ja, het doet er helemaal niet toe. Als we stil blijven, ja, dat verandert helemaal niks. En Ahmedjan, jouw moeder kwam in het nieuws in 2019 omdat zij over documenten beschikte die eigenlijk vertelden, geheime documenten over wat er nou precies in die kampen gebeurde of waar ze waren gelokaliseerd. Waren documenten van de Chinese autoriteiten. En zij is toen in openbaarheid gekomen met die documenten, heeft die gepresenteerd. Dat is wereldnieuws geworden. Er is heel veel informatie naar boven gekomen, waardoor we eigenlijk ook weten dat er heel systematisch allerlei dingen worden gepland en ook mensenrechten schendingen worden uitgevoerd. Zij is nu in Nederland met jou. Zij is ook geïntimideerd hier eerder. Hoe is het nu met haar? Ja, het gaat nu wel goed. Het was begin niet zo, want we kregen echt verschillende intimidaties. Want toen zij het document kreeg, zijn er vanuit Peking verschillende pogingen gedaan om haar stil te krijgen. Door bijvoorbeeld fake e-mails te sturen en haar accounts te hacken en haar social media aan te vallen. En het toppunt kwam in najaar 2019 toen mijn stiefvader was gelokt naar Dubai en vervolgens een USB-stick overhandigd kreeg vanuit de Chinese autoriteit om mijn moeder te bespioneren. Zijn taak was om dat USB-stickje in mijn moeders laptop in te stoppen, zodat zij op deze manier mijn moeders laptop kan besmetten en op deze manier haar stil te kunnen krijgen en hopelijk op deze manier via digitaal dat document te kunnen verwijderen. Uiteindelijk is dat niet gelukt en zij heeft gekozen om naar voren te stappen en deze documenten openbaren. Ja, en ik heb begrepen dat zij eigenlijk nu pas sinds een maand of zo geen bedreigingen meer heeft ontvangen. Ja. Hiervoor eigenlijk de hele tijd wel. Daarvoor wel, klopt. Toen zij naar voren kwam om deze documenten te openbaren, is er vanuit Chinese staatsmedia een speciale YouTube-filmpje gemaakt die over mijn moeder ging. Dat filmpje duurde ongeveer 13 minuten, was vooral in het Chinees. En die man vertelde eigenlijk dat mijn moeder eigenlijk niet bang hoeft te zijn voor een fysieke schade die Peking waarschijnlijk kan aanrichten, maar dat zij meer moet bezighouden over haar reputatie, want dat is waar China goed in is. En dat hebben wij afgelopen periode wel meegemaakt. Dus er zijn verschillende bedreigingen en verschillende pogingen gedaan om haar reputatie naar beneden te halen, om haar reputatie kapot te maken binnen de Oeigoers gemeenschap. Want zij is echt gestalkt telefonisch. Ja, klopt. Ja, via de telefoon en haar beschuldigd over dingen die zij nooit gedaan heeft en dat soort dingen. Dus dat filmpje die in 2019, eind 2019 naar voren kwam, begin 2020, weet ik even niet meer. Maar dat klopt wel, dat Peking heel erg bezig is om haar stil te krijgen op verschillende manieren. En hebben jullie contact gehad hier met de politie? Ja, we hebben contact gehad met de Nederlandse autoriteit. En ze zijn goed op de hoogte.
En hoe hebben ze jullie kunnen helpen? We hebben eerst natuurlijk aangifte gedaan op het moment dat over de documenten en USB-stick, et cetera. En daar hebben wij een aangifte over gedaan en de spullen overhandigd aan de autoriteit. En daar hebben ze onderzoek over gedaan. En vervolgens krijgen wij ook een wijkagent. En daar mogen we contact opnemen als we een bedreiging hebben of een bedreiging krijgen. Dus daar zijn we enorm tevreden mee. Ja, dus op dit moment, als er een bedreiging zou zijn, dan is er die wijkagent. Er is alleen niet iets om dat te stoppen per se. Nee, ik kan het niet stoppen inderdaad. Dus op het moment dat je bedreiging hebt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk melden. Dat is eigenlijk wat we moeten doen op dit moment. Ja. En jij zit ook in de Dutch Uyghur Human Rights Organization. Dus je spreekt veel andere Oeigoeren in Nederland. Ja. Vertellen die ook veel van dit soort verhalen? Van dat zij worden geïntimideerd van Ja, eigenlijk wel. Want ik heb het veel met andere Oeigoerse mensen hier in Nederland ook gesproken. Dat heel veel mensen ook zich... niet iedereen voelt zich even prettig om naar voren te komen. We hebben gezien bij het documentaire van Alerk dat heel veel mensen anoniem naar voren willen komen. En dat is ook... omdat ze bang zijn dat er iets aan familie gedaan wordt terug in het Oeigoers gebied. Dus heel veel mensen ervaren dat. En heel veel van ons, ik kan bijna zeggen, bijna allemaal van ons hebben al geen contact. Meer dan 4 jaar met onze familieleden. Dus dat maakt het ook emotioneel en mentaal zwaar voor de Oeigoeren in Nederland. En op wat voor manier worden zij dan geïntimideerd? Is dat hetzelfde via dreigtelefoontjes of... hoe komen ze dan in contact met de Oeigoeren hier? Ja, er zijn er diverse manieren vanuit Peking. Dus ze gaan het proberen via WeChat. WeChat is een soort van Chinese WhatsApp. De meeste Oeigoeren gebruiken dat. En daar word je door iemand toegevoegd. En dan krijg je een belletje. En dan is het een videobelletje met een Chinese agent of een Chinese inlichtingdienst. Die dan samen zit met jouw familielid om jou te vragen. Om gegevens van Oeigoeren hier door te geven aan hen in ruil voor de veiligheid van zijn familie daar. En dat soort bedreigingen. En af en toe kun je ook een belletje krijgen. En hoe ze aan dat nummer komen, dat weten we niet. Maar ook dat er volgens de Chinese inlichtingdienst... dat er ook heel veel spionnen zijn hier die Oeigoeren in de gaten houden. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waar Peking zich op focust om toch Oeigoeren in de gaten te houden. Ja, ja. En Alerk, jij vertelde ook eerder over een verhaal over jouw moeder die dacht achtervolgd te worden of ook echt werd achtervolgd. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, mijn moeder is natuurlijk van een generatie ouder dan, wat ouder dan ik. En ze heeft daar ook de meerderheid van de leeftijd daar gespendeerd. Waardoor de ervaringen die zij heeft gehad haar veel meer sensitief maken voor vormen van intimidatie. Dat maakte in haar geval dat het ook heel snel, wat in het geval is van de meeste Oeigoeren, om kan slaan in een ongecontroleerde angst, in een trauma. Je zou het bijna paranoïde kunnen noemen, dat jij eigenlijk in elk hoekje een angst ziet. Iets dat jou kan schaden. En dat wetende had mijn moeder de laatste tijd steeds vaker het gevoel dat zij werd achtervolgd. En ze heeft dus ook, typisch mijn moeder, die mensen aangesproken. En die deden dan blijkbaar alsof er niks aan de hand was. En alsof ze daar gewoon rondliepen. En mijn moeder was zo van, ik ga niet bang zijn voor jullie. En dat heeft ze ook echt aangesproken. Die angst die bij mijn moeder is, dat maakt dus dat het heel lastig is om te zien wat nou daadwerkelijk intimidatie is en wat nou intimidatie impliciet is of voortkomend uit een bepaalde angst. Maar in mijn optiek is daar in principe geen verschil in. Omdat het uiteindelijk resulteert in uiteindelijk een trauma binnen de Oeigoerse gemeenschap in Nederland. En die trauma is gerechtvaardigd. Die is daadwerkelijk zeg maar door de Chinese staat daar neergezet op een of andere manier. En dat maakt dus dat of het nou zeg maar echt iemand is die het achtervolgde of de angst dat mijn moeder dacht dat iemand haar achtervolgde. In beide gevallen maakt het dat de Chinese staat een heel goed controle heeft over de diaspora. Over mensen meningen, over wat mensen kunnen zeggen en wat zij kunnen zeggen tegenover de Chinese staat. En dat dan zonder consequentie voor hun familieleden. En die trauma die is verschrikkelijk.
Dat maakt dat een diaspora zich niet goed kan ontwikkelen, niet goed kan integreren binnen de samenleving, niet goed met zichzelf bezig kan zijn. Er is gewoon een eenzaamheid in zoveel mensen hun levens, in Nederland, maar ook overal ter wereld. En die eenzaamheid is heel lastig op te lossen. En je zegt, er leven eigenlijk constant groepen hier in angst. Ja. Ja, ja. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Tibetaanse gemeenschap of de Hongkongse gemeenschap. Als jij heel veel andere activisten zou spreken, die hebben het over precies dezelfde ervaring. Ja. Het is alleen zo dat in ons geval is het zoveel explicieter, zoveel acuter bijna. Omdat wij ook zo lang geen contact meer hebben met onze familieleden. Wij zijn daar echt wel angstig voor. Wie niet eigenlijk, ja. En Stijn, valt er iets te zeggen over de schaal waarop dit gebeurt in Nederland? Ik kon daar zelf heel weinig over vinden, überhaupt. Van hoeveel over de Oeigoerse gemeenschap zelf in Nederland? Hoeveel mensen zijn dit? Zijn het allemaal vluchtelingen? En wat is de schaal van die intimidaties? Valt daar iets over te zeggen? Ja, het is moeilijk om er precieze cijfers over te geven, maar we weten wel dat het gewoon wereldwijd gebeurt. We hebben bij Amnesty International vorig jaar ons rapport Nowhere Feels Safe uitgebracht. Zie je dat het dus zeker niet alleen maar Nederland of Europa is, maar Canada en landen daarbuiten. Dus je hoort het eigenlijk overal terugkomen. Het heeft zeker een impact op mensen die activistisch zijn en die zich uitspreken, maar evengoed op anderen, zoals Alerik ook zei, psychologisch, maar ook op andere manieren. Dus in die zin is het inderdaad iets, zelfs al wordt niet iedereen gebeld, dan nog is die totale mentale controle, zou ik maar zeggen, heel groot. Maar we kunnen niet zeggen, het gaat over 100 mensen of 200 of 2000 hier in Nederland, wekelijks, maandelijks last van hebben. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Bijvoorbeeld over het rapport. Je wil gewoon met zoveel mogelijk mensen praten, maar heel begrijpelijk zijn er maar een beperkt aantal die dan naar voren komen, omdat veel mensen nog beter of veiliger voelen als ze niks zeggen. Dus je weet. Ik denk dat we het tipje van de ijsberg in een rapport kunnen zetten, maar alles wat eronder gebeurt, dat is gewoon heel moeilijk te vatten. Ja, er zit nog veel meer. En we noemden net al van, geen contact hebben met je familie. Zou dat ook een manier kunnen zijn om het eigenlijk veiliger te maken voor je familie? Want dat lijkt nu een beetje zo, van dat je eigenlijk de verbintenis verbreekt. Voor jezelf voelt dat niet goed, maar misschien wel dat je familie helpt. Blijkt dit zo te zijn of is dat heel moeilijk te zeggen? Dat is ook heel moeilijk te zeggen. Dat maakt het eigenlijk ook zo hartverscheurend en ook eenzaam, denk ik, voor heel veel mensen. Omdat je wilt wel bellen, maar je denkt dan van oké, misschien toch maar beter niet. En dan speelt dat de hele tijd in je hoofd. Dus En er zijn geen echte bewijzen die zeggen van oké, dit maakt het nu beter. Ik denk uiteindelijk dat er nu een hele grote omslag is geweest deze laatste paar jaar, omdat er meer en meer mensen naar voren zijn gekomen. Maar we mogen niet vergeten dat die repressie en die discriminatie al heel lang duurt. Een belangrijke reden, denk ik, was dat er eigenlijk nog heel weinig mensen naar boven kwamen met die verhalen. Omdat er een idee was van oké, als ik stil blijf, dan gebeurt mij niks. En voor langere tijd leek dat zo te zijn. Maar dan plots, toen de repressie eigenlijk nog maar eens een nieuwe golf had, werd het eigenlijk gewoon duidelijk van er gaat niks veranderen als we zwijgen. En ik denk dat daarom meer en meer mensen naar voren zijn gekomen. En het lijkt ook heel moeilijk, zien we, om China onder druk te zetten of ter verantwoording te roepen. We zullen daar straks ook verder praten over de politici die hier aanwezig zijn. Maar heb je misschien een voorbeeld van een land waar dat wel goed is gelukt, dat onder druk zetten, of een juiste strategie? Waar moeten we dan aan denken? Ik denk min of meer succesverhaal. Op een bepaald moment zijn er een aantal etnische Kazakken uit de kampen kunnen komen en zijn die naar Kazachstan kunnen gaan. En dat was eigenlijk toen waarschijnlijk de Kazakse regering, Kazakse politieke gesprekken die daarover zijn gebeurd. En dat is toen gebeurd en dat was in zekere mate een positieve ontwikkeling.
Nu, allee, verder denk ik dat allee, gewoon die druk blijven opvoeren heel belangrijk is. En, allee, je vroeg ook aan Alerk, wat is er eigenlijk veranderd in dat jaar? Allee, ik denk dat er heel veel veranderd is, omdat meer en meer mensen weten wat er speelt. En dat komt eigenlijk door de Oeigoerse activisten die gewoon heel goed werk daar rond hebben verricht. Allee, ook bij de politici zit het veel meer aan tafel. Tegelijkertijd, ja, concreet vanuit China, zie je dat ze elke keer wel proberen op dikwijls een heel onhandige manier om een soort van wederwoord te bieden. Er worden dan tegenrapporten uitgevaardigd of inderdaad heel persoonlijke lastercampagnes die dat tegenover getuigen gebeuren, maar die daar helemaal niet geloofwaardig zijn. Dus allee, je ziet ergens wel van, oké, het raakt hen en ze zijn begaan om hun internationale reputatie. Dus ja, daar toont het wel iets aan van oké, we moeten daarop blijven verder zitten. China wil een wereldleider worden. We moeten blijven tonen van ja, dat kan je alleen maar als je de mensenrechten respecteert en als je ook transparantie toont over wat er gebeurt. En allee, daar moeten we gewoon niet op afkolven en dat moeten we gewoon heel sterk naar voren laten komen. Wou je erop reageren? Ja, ik denk dat het heel interessant is. Over de reputatie van China. Daar had, daar had Stijn het heel goed over. Je merkt dat China eigenlijk na de Olympische Spelen in 2008, nou op dat moment al, heel erg bezig was met het bouwen van een enorme internationale reputatie als een nieuwe grote wereldsmacht. Dat zij dachten, dat zij wilden laten zien aan de wereld, wij zijn hier, wij zijn een vrij land, een democratisch land. En ze waren ook dan net 20 jaar na hervormingen. Maar eigenlijk wat je nu de afgelopen jaren ziet, is dat ook op internationaal niveau, ook op diplomatiek niveau, zie je dat China eigenlijk enorm, enorm hard reageert. En zonder een opzicht van, we moeten denken aan onze internationale reputatie. Ze hebben een proces, een project van meer dan 20 jaar, hebben zij eigenlijk in de afgelopen paar jaar kapot gemaakt. Omdat zij bepaalde, dat denk ik dan, economische, politieke, interne belangen hadden, die zij per se wilde uitvoeren. En toen daar internationaal gezien langzamerhand steeds meer nieuws over kwam en dat wij hier vonden dat het belangrijk was, toen hebben zij besloten de enige manier om dit te blijven doen is door eigenlijk zo hard mogelijk te reageren en daardoor kleinere landen af te schrikken bij het reageren. Dus hierover uitspreken. Dus de enige landen die dat dan op een gegeven moment hadden kunnen doen waren dan Amerika of de Europese Unie als een blok. En die strategie lijkt voor nu te werken. Maar daardoor ben ik ook wel sceptisch over het argument dat China nu echt geeft om hun internationale reputatie. Dat denk ik eigenlijk persoonlijk niet meer. Ik kan me nog herinneren in 2019, toen ik me voor het eerst hierover uitsprak, toen heb ik zo'n filmpje gemaakt. Toen was er ook een gedachte dat mijn uitspraak misschien er zo zou resulteren dat mijn vader vrij zou komen. Want dat zag je toen opeens gebeuren. Dat bepaalde Oeigoerse activisten hun familieleden vrij werden gelaten, zodat ze eigenlijk stil bleven, want hun familieleden konden altijd opgepakt worden. Dat zie je niet meer. En dat is in mijn geval ook helaas niet gebleken. En dat is wel een houding waar wij wel mee moeten omgaan. Dat wij want als je zegt dat dat wegvalt en je zegt ook de internationale reputatie, maakt niet uit wat voor drukmiddel blijft er dan over? Nou, de druk dat je dan kan zetten is een grens trekken die hun uiteindelijk ook ertoe zet om wel mee te gaan, om mee te praten. Want wij hebben bepaalde middelen, maar die durven wij niet zo goed in te zetten. Wij hebben eigenlijk, doordat China de afgelopen 20 jaar anders internationaal gericht was, hebben wij eigenlijk een regel van dialoog geaccepteerd met hen. Mm-hmm. We gaan het over handel hebben en dan gaan we het niet over mensenrechten hebben. Op het moment dat wij mensenrechten aan tafel gaan brengen, dan stoppen wij, dan lopen we weg. En dat hebben we een soort van geaccepteerd. En ik vind dat het belangrijk is om dat niet meer te accepteren, om een grens te trekken. Sluit jij je daarbij aan? Ja, ik sluit me daarbij aan, zeker. Want wat Allergie heel goed aanstipte is natuurlijk die afhankelijkheid die we moeten creëren vanuit de Europese Unie in de richting van China. Die onafhankelijkheid eigenlijk? Ja, onafhankelijkheid, afhankelijkheid. Dat heb ik laatst door de Europese Unie heeft een nieuw rapport geschreven. Dat is de industriële strategie waarin interdependentie heel ver naar voren kwam. De Europese Unie heeft 137 essentiële
commerciële en gevoelige producten die uit China, die uit buitenland komen, die ze uit buitenland importeren. En waarvan 52% van die producten komen uit China. Dus die enorme afhankelijkheid van China heeft er ook gezorgd dat wij ook een beetje zelfcensuur hebben. Van dat we bepaalde dingen niet zeggen, maar bepaalde dingen wel zeggen. En dat zien we af en toe terug. Maar ik denk dat de Europese Unie dit niet alleen kan. Ik denk dat de Europese Unie sterk is, machtig is. Ik ben van mening dat de Europese Unie dit niet alleen kan doen, maar dat er wel een samenwerking nodig is in de westerse liberale wereldorde. Dus denk aan Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Canada. Als die landen samen kunnen werken en samen een vuist kunnen maken tegen China. Ik hoop dat het leven van de Oeigoeren verbetert. Ja. Ja. Voordat we verder praten, ook straks met de politici over internationale samenwerking, wat je kan doen, wil ik nog even naar Stijn. Want als we het hebben over gesprekken met China of bijvoorbeeld de Chinese ambassade hier, blijkt dat ook heel moeilijk. Jullie hebben met Amnesty dat een aantal keer geprobeerd. Jullie hebben nu ook een petitie. Begrijp ik goed dat er gewoon geen contact mogelijk is met de Chinese ambassadeur in Nederland? Het is zo dat de Chinese overheid in zee altijd contacten met civil society, met NGO's, met maatschappelijke organisaties gewoon helemaal vermijdt. En tegelijkertijd zegt China altijd wel van, ja, wij willen praten, wij willen dialoog. Dit is het enige wat wij willen, jullie begrijpen ons niet. Wij hebben nu eigenlijk besloten om in samenwerking met BNN, VARA en Pak de Macht hen op hun woord te nemen en zeggen van, oké, als jullie een dialoog willen, heel graag. We hebben dat in het verleden al heel veel keren aangeboden, altijd genegeerd. Oké, laten we het gewoon doen. We hebben dan een petitie opgezet voor Nederlanders, mensen hier in Nederland die dat ook zo vonden. En ondertussen hebben er meer dan 100.000 mensen getekend om inderdaad aan de Chinese ambassadeur te zeggen, ga nu eindelijk dat open mensenrechtengesprek aan met Amnesty en BNN en VARA. Mensen mochten ook hun eigen vraag insturen. We hebben uiteindelijk meer dan 28.000 vragen binnengekregen aan de Chinese ambassadeur, die daar gewoon ook heel hard toont van hoe sterk dat het thema nu leeft hier in Nederland. Binnenkort zullen we ook onze petitie gaan aanbieden daar. En wat verwacht je dan? Kom je voor een dichte deur te staan of denk je wel dat ze jullie te woord staan? Ja, wij verwachten natuurlijk dat ze ons te woord staan. Of dat ook effectief zal gebeuren, dat weten we niet, maar we gaan er wel naartoe van oké, we zijn hier klaar voor. Dat zijn we al heel lang, dus daar gaan we gewoon vanuit. Ja. Het is dan uiteindelijk aan hen om de deur te openen of te sluiten, maar daar willen wij ook precies op ingaan. En dat sluit ook een beetje aan bij wat Alerc ervoor zei, van die internationale reputatie. Ik denk dat er een tijd lang dat er niet door dat rookgordijn heen is gezien vanuit verschillende partijen. Dat het inderdaad was van oké, mensenrechten, jullie willen dit alleen maar daar bespreken, oké, dan doen we dat alleen maar daar. Het wordt nu tijd om echt inderdaad die lijnen duidelijk uit te zetten. En is een gesprek en dit is een open gesprek en dat gaan we dat nu voeren, want daar sturen jullie uiteindelijk in jullie eigen taal ook al een tijd op aan. Oké, we gaan dat dus zien volgende week. Ja, binnenkort inderdaad. Ja. Volg zeker onze social media kanalen van Amnesty en we houden jullie op de hoogte van wat er gebeurt. Ik wil naar de politici. Er is straks ook nog een mogelijkheid voor jullie om te reageren. Maar ik ben heel blij dat jullie er zijn, beiden. Ook in deze drukke tijden, of misschien altijd druk voor politici natuurlijk. Europarlementariër voor PvdA Thijs Reuten en VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Hartelijk welkom. Ruben Brekelmans, ik wil met u beginnen. Hoe luistert u nou naar deze avond, naar al die verhalen? We hebben verschillende verhalen gehoord over intimidatie. Had u die al eerder gehoord of is het nieuw? Hoe heeft u daarnaar geluisterd? Ik heb het eerder gehoord. In die zin is het niet volledig nieuw, maar het is natuurlijk iedere keer om het te horen is het weer schokkerend. Ik wil allereerst zeggen dat ik het heel dapper en heel moedig vind dat mensen zich hier persoonlijk over uitspreken. Want het brengt natuurlijk in de privésfeer brengt het allerlei risico's met zich mee. En ook voor familie in China. Dus dat vind ik heel erg dapper. En het is ook heel belangrijk, want daardoor blijft het onder de aandacht. En ook als het werd eerder gezegd, als hier melding van gemaakt blijft worden, dan is het concreet voor de politie, voor het OM. Kunnen ze met concrete signalen misschien aan de slag.
maar ook voor de inlichtingendiensten, de AIVD. Op het moment dat dat soort signalen doorkomen, weten zij ook wat de schaal van het probleem is. En ook voor ons als politiek, want dan weten wij ook wat het probleem in Nederland is, welke uitingsvorm het heeft, de schaal waarop het plaatsvindt. En dan kunnen wij vanuit de Tweede Kamer ook weer onze minister aansporen om dit aan te kaarten bij China. En ik denk dat het algehele besef de afgelopen jaren door alle rapporten die zijn verschenen en alle persoonlijke verhalen die worden gedeeld wel veel groter is geworden. Maar ja, China is een groot en machtig land, dus het blijft heel lastig om daar vanuit Nederland concreet iets aan te doen. Maar iedere mogelijkheid die we hebben, ook als het gaat om handelsrelaties bijvoorbeeld, wordt ook wel gebruikt om China daarop aan te spreken. Want als we het hebben over die intimidatie wat we hoorden hier in Nederland, hebben we natuurlijk gewoon over Nederlandse burgers. Dus het is heel schokkend dat zij hier zo worden geïntimideerd. Wat voor, op wat voor manieren zou de politiek er nou beter kunnen beschermen? Of wat voor soort middelen zouden er kunnen worden ingezet? Mm-hmm. Want dat lijkt zo lastig. Ja, nee, het is ook heel lastig. Kijk, als een individu, bijvoorbeeld iemand uit China die hier actief is, als die over de scheef gaat, wat we in het verleden ook wel hebben gezien met Iraniërs of Russen bijvoorbeeld hier, dan kun je die persoon strafrechtelijk vervolgen. En dan heb je ook een zaak om dat individu aan te pakken. Kijk, er zijn vanavond ook heel veel voorbeelden gesproken over dreigingen die veel abstracter zijn. Van ik kreeg een telefoontje of ik kreeg een berichtje via e-mail. En dan weet je niet zo goed wie erachter zit. Ja, en dan kun je heel moeilijk op dat individuele geval kun je iets doen. Maar het is wel belangrijk om het te blijven melden, zodat het ook duidelijk is voor, wat ik al zei, voor de inlichtingendiensten, voor de politiek, dat dit gebeurt. Kijk, wat je zou kunnen doen in Nederland is dat er zijn natuurlijk Chinese diplomaten hier actief. Dus je zou, in theorie zou je kunnen zeggen van op het moment dat er vanuit de Chinese ambassade iets gebeurt, dan trekken we bijvoorbeeld de accreditatie van een Chinese diplomaat trekken we in, waardoor er minder. Alleen het nadeel is. Gebeurt dat wel eens? Is dat? Dat gebeurt in de praktijk niet, omdat wat China zal doen, die zullen meteen met gelijke munt terugbetalen. Dus dan zeggen van, trekken wij ook Nederlandse diplomaten uit China trekken we terug. En dan heb je niet meer de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, want er zijn geen diplomaten meer ter plekke. En ook als er geen Nederlandse diplomaten in China zijn, is het ook moeilijker voor hen om daar weer de informatie te verzamelen over wat er in China gebeurt. Dus je komt al heel snel, als je die weg ingaat, kom je op een, in een negatief hellend vlak die uiteindelijk ook weer allerlei problemen met zich meebrengt. Dus. En u zegt dus wel, we moeten dingen aankaarten en we moeten dus ook wel in dialoog blijven. Hoor ik. Zeker. Ja, absoluut. Ja. En dit soort avonden helpen daar natuurlijk heel erg bij. Ja. Thijs Reuten, Europarlementariër voor de PvdA, sluit u zich daarbij aan op het gebied van in dialoog blijven en in gesprek blijven met China, als we het bijvoorbeeld hebben over Europees niveau? Nou, ik denk dat het wel zo is, en dat moeten we ons ook wel beseffen, dat er op een gegeven moment een lijn, als je een lijn trekt, moet je daar ook consequenties aan verbinden. En in Europa, in het Europese parlement, is vorige week nog een resolutie aangenomen waar ook het handelsakkoord ter discussie is gesteld. Het Europese parlement heeft eigenlijk met een hele grote meerderheid gezegd dat we elk gesprek over de implementatie daarvan, de verdere uitonderhandeling daarvan, nu opschorten voor onbepaalde tijd. Dat heeft te maken met ook de blokkade van China van onder andere een Nederlandse parlementariër, Sjoerd Soetsma, maar ook twee collega's van mij in het Europees parlement. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste zijn die vreselijke, schokkende verhalen die nu langzamerhand steeds verder naar buiten komen, steeds bij veel meer mensen op het netvlies komen te staan. En ik denk dat dit wel een moment in de tijd is waarin we een rode lijn moeten trekken, omdat je ziet ook, en dit past ook in een trend van autocratische regimes, die eigenlijk steeds proberen hoe ver kan ik gaan. En wij moeten, als wij echt een waardegemeenschap willen zijn als Europa, als wij ook met inderdaad de andere landen, democratische landen in de wereld, een baken van vrijheid willen blijven, dan moeten we ergens ook een keer een grens trekken en daar consequenties aan verbinden. Maar wat betekent die rode lijn? Is dat bijvoorbeeld een importstop of gaan we interveneren in China? Dat betekent heel concreet, als het ook om de regio gaat waar we het hier over hebben, Xinjiang, Oost-Turkestan, dat we moeten vastleggen dat producten die daar vandaan komen en die mogelijk ook met arbeid vanuit de kampen zijn gemaakt, dat we die weren van de Europese markt. Importverbod. Dat is ons krachtigste instrument wat wij hebben, omdat wij een hele grote en belangrijke markt ook voor China zijn. En ik denk dat dat moment nu is gekomen. Ik denk dat we wat betreft China, maar ook andere autocratische regimes, de naïviteit echt achter ons moeten laten. Mm-hmm. Maar,
Eens, maar ik deel ook de analyse die eerder net aan tafel werd gemaakt. Dat als we dit doen, dat het voor sommige producten heel moeilijk is. Hè? Het voorbeeld van zonnepanelen bijvoorbeeld. We willen allemaal in Nederland en Europa willen we een energietransitie maken. Daarvoor is zonne-energie belangrijk. Daar hebben we zonnepanelen voor nodig. En we zijn nu in een situatie dat die voor 90% door China worden gemaakt. En dat ook de grondstoffen die daarvoor worden gebruikt, dat die uit de regio Xinjiang komen. Dus we zijn als Europa op dit moment zo afhankelijk voor hele basale dingen als zonnepanelen van China, dat het heel moeilijk is om datgene te doen wat we eigenlijk liefst zouden willen, een streep trekken en zeggen we stoppen met de invoer daarvan. Dus volgens mij ligt daar echt de sleutel inderdaad, dat we onafhankelijker worden van China, zodat we ook tegen China kunnen zeggen van nou, die zonnepanelen van jullie importeren we niet meer. En bovendien, we hebben een alternatief, want we halen ze ergens anders vandaan. Want het alternatief hebben we nu niet. Nou ja, ik ben het daar op natuurlijk ook mee eens dat je moet investeren om minder afhankelijk daarvan te worden. Maar ik denk wel dat je daar nu echt niet meer op kunt gaan zitten wachten als het om dit probleem gaat. Dit probleem is zo verschrikkelijk. Ik wil dat ook nog wel even zeggen. Ik ben natuurlijk ook ontzettend onder de indruk van de verhalen die hier verteld worden en de moed die daarvoor nodig is. En ja, de intimidatie hier in Nederland, dat je je niet veilig voelt, dat je eigenlijk niet kunt bouwen aan je leven, zoals Alec ook zei. Het is natuurlijk van een andere orde dan het verhaal wat we op de video zagen over de verminkingen in China zelf, in Xinjiang zelf. Recent heb ik ook nog een rapport gezien over het geboortecijfer in de regio Xinjiang, wat ontzettend omlaag is gegaan. Er is geen andere plek in de wereld, zelfs niet in Rwanda, van de genocide toen daar, waar het geboortecijfer zo laag is geworden. Dit kunnen wij niet laten passeren. En dat betekent, en ik snap het dilemma, maar er is op een gegeven moment een moment dat je ook de consequenties moet verbinden aan je uitspraken. De Tweede Kamer heeft in Nederland gezegd, wij kwalificeren als een genocide. Europa is er al langer mee bezig. De Europese Unie is een handelsblok, wat zeer belangrijk is voor China. Ik heb er toch vertrouwen in dat we deze weg met elkaar, als we elkaar ook blijven steunen, kunnen inslaan. En dan moeten we ook consequenties verbinden aan zo'n uitspraak van de Tweede Kamer. En ook producten, dat heet de ketenaansprakelijkheid, zorgen dat bedrijven aan gaan tonen dat hun producten niet gemaakt zijn met halffabrikaten of grondstoffen waar arbeid vanuit kampen of kinderarbeid in China bij betrokken is. Maar als we dan over een jaar weer het gesprek hier hebben, dan kunnen we ervan uitgaan dat u ervoor heeft gezorgd dat we bepaalde producten niet meer importeren vanuit China. Nou, in ieder geval, wat mij betreft, en in Europa zullen we dat ook zeer nauwgezet blijven volgen. Dat handelsakkoord, daar gaan we wat mij betreft voorlopig helemaal niet meer over spreken. Het Europees Parlement is daar glashelder in geweest. En ik denk ook dat de Europese Commissie dat zal steunen. En vervolgens zullen we, en dat is helaas wel hoe wij moeten werken, want wij zijn wel een rechtsstaat, wij zijn wel een democratie, wij zullen het moeten doen met de middelen die wij hebben. En dat betekent, zowel in Nederland, zoals Brekelmans ook zegt, zorgen dat we het volgen, dat we mensen beschermen tegen dit soort intimidatie in Nederland. En waar het om China gaat, de stappen aflopen die we moeten aflopen. En dat betekent echt die handelsroutes gaan volgen, die ketenaansprakelijkheid op de agenda houden. Ik blijf me daar in ieder geval voor inzetten, want we moeten dit nu niet loslaten. Ik wil nog even naar Ruben Brekelmans. Op 10 juni heeft de Commissie Buitenlandse Zaken een gesprek, volgens mij, met de Chinese ambassadeur. Wat hoopt u nou uit zo'n gesprek te halen? Zijn daar kansen? Ja. Want Amnesty lukt het niet, zo'n gesprek. Nee, nou ja, kijk, ik zou heel graag nu willen zeggen dat wij de Chinese ambassade op andere gedachten kunnen brengen. Dat zou een beetje naïef zijn om dat te denken, maar we kunnen deze issues natuurlijk wel aankaarten. En we kunnen ook hen daarmee confronteren en van hen horen van nou, welk antwoord heb je daarop. En dat gaat ook gebeuren, zegt u. Wij gaan dit wel op tafel leggen. Ja, dit zal zeker op tafel komen. Ja, absoluut. Oké, en wat verwacht u dan? Ik verwacht dat dan een ontkenning van het probleem komt. Kijk, we hebben natuurlijk ook de officiële reactie van China op alle rapporten gezien die zijn verschenen. Ja, en ze ontkennen het glashard dat dit gebeurt. En ze noemen het geen concentratiekampen, maar opvoedingskampen. Alsof het om een weekendschool zou gaan of zoiets. Dus ja, we zullen waarschijnlijk ook dat type reactie krijgen. Maar desalniettemin blijft het belangrijk om dit aan te kaarten en hen hiermee te confronteren. Ik zie de heren naast mij alle twee heel erg bewegen op hun stoel. Volgens mij willen jullie alle twee iets zeggen. Ahmed-Jan, wil je iets vragen? Ja, net. Ik wil even reageren op de heer Brekelmans. Want u zei net over dat er afhankelijkheden zijn die we in Europa hebben met China. Bijvoorbeeld grondstoffen en zonnepanelen. Maar zijn er niet bepaalde dingen die wij in Europa hebben die heel erg belangrijk is voor China, dat wij die kunnen gebruiken als strategisch middel om China te dwingen om verbeteren van de mensenrechtssituatie?
Hoe kijkt u daarnaar? Die zijn er. Kijk, als je kijkt naar de chipindustrie bijvoorbeeld. Ja. We hebben ASML. ASML is geopolitiek gezien is machtiger dan Nederland. Want zij maken de machines waar chips mee worden gemaakt. En die hebben we allemaal nodig. Dus er zijn wel middelen om die in te zetten. Maar het lastige ook daarvan weer is. Kijk, als wij dat heel hoog opvoeren. Dan heeft China ook op dit moment te veel grondstoffen. Te veel producten die voor ons ook essentieel zijn. Dus wij kunnen geen mobiele telefoon maken. Zonder grondstoffen vanuit China. En als er morgen wordt gezegd van wij kunnen een aantal jaar lang in Europa geen mobiele telefoons meer kopen. Of wij kunnen geen windmolens meer kopen. Of wij kunnen geen zonnepanelen meer kopen. Ja, dan hebben we ook een probleem. Dus ik ben het helemaal eens met mijn collega van de PvdA. Dat hij zegt van we moeten dat pad zo ver mogelijk proberen af te lopen met elkaar. Maar ja, de realiteit is gewoon. En dat is gewoon een feit. We lopen daar tegen de grens aan omdat we te afhankelijk nog zijn van China. Dus daar moeten we de komende jaren echt werk van maken om dat te verminderen. En op het moment dat we daar stappen in zetten, dan kunnen wij ook inderdaad precies wat jij zegt, dan kunnen we ook onze krachten en onze sterktes kunnen we nog harder inzetten. Ja, u zegt we moeten nog even geduld hebben. Zo snel kan dat niet. Nou ja, kijk, je merkt nu dat het probleem is geanalyseerd. Dus er is breed besef dat die afhankelijkheid er bestaat. Maar zijn we dan echt bereid om daar fundamenteel andere keuzes in te maken? Dus om echt zeg maar die zonnepanelen niet meer in China te laten maken, deel van die mobiele telefoons. Ja, daar komen ook hele moeilijke keuzes bij kijken, want daar zijn allemaal grondstoffen voor nodig die je moet delven op een manier die ook niet zo prettig zijn voor het milieu. China zegt van nou, wij maken zo'n afspraak wel met allerlei landen in Afrika en Latijns-Amerika. Zijn we als Europa ook bereid om dat te doen? Dus allerlei moeilijke dilemma's die erbij komen kijken, maar ik ben het met mijn collega eens. De urgentie is er echt, dus we zullen daar actie op moeten zetten. Ja. Alerk nog vragen? Nou ja, ten eerste denk ik dat er een spectrum is tussen een afhankelijk zonnepaneel dat een energietransitie moet regelen en de textielindustrie bijvoorbeeld, mm-hmm. wat natuurlijk wel alternatieven heeft. Dus er zijn stappen mogelijk en de nuance blijft nu een beetje weg. Ik denk dat we eigenlijk af moeten met de mythe dat sancties kunnen bestaan met een stempel en dat het dan klaar is. Want sancties werken het beste als het snijdt in eigen vlees. En ik ben bang dat omdat het snijdt in eigen vlees en omdat wij niet willen bloeden, omdat er altijd iets is waardoor wij niet willen bloeden, ben ik bang dat er een Sudeten-strategie wordt gehouden. En dat wij eigenlijk steeds bezig zijn met het appeasement, zoals dat noemt. Dat wij denken van, als wij nu maar iets meer geven, houden ze zich wel aan hun beloftes en zullen ze niet meer mensen gaan uitmoorden en genocide plegen. Maar de heren zeggen eigenlijk alle twee, wij willen wel dat... Zeker, nee, dat weet ik. Ja. Maar de toon tot nog toe is dat wij eigenlijk nog best wel veel mee moet gaan met China in hun manier van dialoog voeren om dit uiteindelijk mogelijk te maken. Dus dat wij bijvoorbeeld ook wel sensitief zijn tegenover onze Chinese partners, dat wij bijvoorbeeld belangrijke punten van mensenrechten niet opeens gaan aankaarten zonder dat het van tevoren is afgesproken, zonder dat zij eigenlijk ceremonieel kunnen weglopen. En dat vind ik wel verontrustend. Daar refereerde ik eerder naar. Dat zijn de regels van het spel. Regels van diplomatie. De regels die wij hebben bijvoorbeeld met Wit-Rusland of met Rusland aan zich is heel anders dan de regels die wij hebben met China. De regels die wij hadden met Rusland toen wij een Olympische Spelen hadden in Sochi, die dialoog die wij toen voerden, de besprekingen, die is heel anders dan dat er een Olympische Spelen is volgend jaar. Dat ik eigenlijk nu al afschuw, want hoe kan ik zo'n sportevenement bekijken terwijl mijn vader en familieleden daar vastzitten? Daar zijn bepaalde regels voor die verschillen per land. En omdat China machtig is, laten wij heel veel toe. Maar dat moeten we eigenlijk terugdraaien. Wij moeten constructief zijn met ons natuurlijk partners, zoals dat eerder gezegd is met Amerika en andere landen. Maar wij moeten er ook wel echt druk in zetten. Maar Ruben Brekelmans spreekt met de Commissie Buitenlandse Zaken straks volgende week met de Chinese ambassadeur. Wat voor advies geef jij hem dan? Hoe moet hij zich daarin opstellen in dat gesprek? Ik zou zeggen dat nieuwe concessies dat wij op economisch niveau maken, hand in hand gaan met de mensenrechtsschendes daar. Als ze het ontkennen, dan ontkennen ze het. Dan maken ze niet meer winst in toekomstige producten. Of dan breiden ze hun macht niet hieruit door te kunnen investeren in Europese bedrijven, zoals met de EU-China investeringsdeal, waar bijvoorbeeld uw partij achter staat. Dat zijn bepaalde keuzes die wij maken. En zoals ik zei, dat snijdt in eigen vlees. En ik zou willen zeggen dat wij moeten durven
dat te laten doen. En daar is, zoals ik zei, nuance in. Niet alles is zonnepaneel, niet alles is economisch strategisch zo van belang. Maar die nuance moeten we wel gaan opzoeken. Daar moeten we gebruik van maken. En dat zou ik zeker daarbij adviseren. Een korte reactie? Ja, nee, volgens mij ben ik het eens met de analyse dat we die twee dingen aan elkaar kunnen koppelen. Alleen, kijk, het blijft altijd als je aan de onderhandelingstafel zit met een land, wat is je machtspositie die je daarin hebt? Hè? Want ik kan allerlei mooie woorden spreken, alleen op het moment dat het spannend wordt en als we dan vanuit de positie van zwakte onderhandelen, zoals dat nu gewoon is, dan is dat gewoon een realiteit aan die onderhandelingstafel. Dus we zullen eerst onze positie moeten versterken, want dan kunnen we ook echt iets richting China voor elkaar krijgen. Maar ik ben het eens, weet je, de boodschap moet duidelijk zijn. Ik ben het ook eens met de analyse dat er een onderscheid is tussen sectoren. De kledingindustrie is inderdaad anders dan zonnepanelen, mobiele telefoons, noem het op. Het is overigens ook zo, omdat je mijn partij daarop aansprak, wij hebben ook gezegd dat dat investeringsverdrag zoals dat nu voor ligt, dat wij daar heel kritisch op zullen zijn, dat wij daar niet nieuwe stappen op zullen zetten op het moment dat ook, zoals nu dat geldt, Europarlementariërs op een sanctielijst staan. Dus wat dat betreft zijn we ook in het Europees Parlement zijn we ook heel kritisch daarop. En het is natuurlijk ook anders of je volgende week als Nederland aan tafel zit of als een blok met de Europese Unie. Kijk, dat moeten we ons ook beseffen in deze tijd. Er landen alleen, ook de grote landen, Frankrijk, Duitsland, maken op dit toneel in hun eentje geen enkele kans. De enige kans die we hebben is om eensgezind als blok te opereren. En daar is ook nog heel veel werk voor nodig, want het gemeenschappelijk buitenlands beleid leidt soms ook nog aan het probleem dat we het overal dan weer over eens moeten zijn. Dan zijn er landen die bepaalde sancties weer blokkeren. Maar mijn pleidooi gaat niet alleen over China. Het gaat ook over het genoemde Wit-Rusland, over Rusland. We moeten de naïviteit een beetje loslaten, want onze toolbox die we hadden, onze gereedschapskist die we hadden, werkt niet met autocraten die steeds brutaler worden. En dat is ook iets wat je hier heel erg ziet. De openlijkheid waarmee China nu tegen mensenrechtenbeleid ook in de VN-Mensenrechtencommissie ageert, dat is echt ook weer een stap verder dan een aantal jaren geleden. En die openlijke, steeds brutalere houding van autocratische regimes, daar moeten we minder naïef in worden en veel op een hele andere manier ons tegen gaan verweren. En ja, daar hoort ook bij dat we minder afhankelijk worden. Maar er is een moment dat je op een gegeven moment moet zeggen tot hier en daar ook de consequenties van moet dragen. Veel dank. We moeten afsluiten of heb je nog een hele kleine toevoeging die je wil maken, Stijn? Een hele kleine toevoeging. Ja, ik denk inderdaad dat het over consequentie gaat. En daar uiteindelijk doet het dan niet over dat je in blok bent of ook als Nederland. Als je die mensenrechten uitdraagt in de United Nations Guiding Principles on Business bijvoorbeeld, ja. Echt uitdraagt, ja, dan moet je er gewoon naar handelen. En in die zin stelt China ook een heel duidelijke vraag aan Nederland en Europa. Hoe belangrijk is het internationaal systeem, zijn de internationale mensenrechten? Ja, en daarvoor moeten we nu op dit moment opkomen. En er is geen later, want uiteindelijk is China nu al bezig met het ontwrichten van het internationale systeem. Dus nu is echt de moment om daarvoor op te staan. We zijn zeker nog niet uitgepraat over dit onderwerp. Hartelijk dank Thijs Reut en Ruben Brekelmans voor jullie komst en bijdrage. Stijn de Klerk van Amnesty natuurlijk ook. En Alerk, Ahmedjan en ook ESA voor jullie verhalen, jullie persoonlijke verhalen. En natuurlijk ook Job van Aken voor zijn prachtige documentaire waar deze avond allemaal mee begon. Zoals ik al zei, we zijn er nog niet over uitgepraat. Dus kijk vooral op de balie.nl naar onze aankomende programmering. En voor nu wens ik jullie een hele fijne avond.